die wordt, even kijken. Ja, tot vrijdag maak ik deze filmpjes. Dus het is bijna een van de laatste. Ik schijn er daarmee uit. Het kost me te veel moeite. Het kost... zoveel kijkers heb ik niet. Dus, ik ga vandaag trainen. Alleen... ik weet niet of ik over 10 minuten ga. Of dat red ik niet meer. Dus het wordt vanmiddag pas. Want om tussen 10 uur... en 13 uur komt mijn telefoon. Dus dan ga ik daarna trainen. Want in mijn eigen telefoon, of nieuwe, in deze telefoon zit er, wat ik heb, er zit een systeemfout en hoor je steeds tak tak tak. Net als pech. En ik ga dan even op mijn gemak een paar telefoontjes nog plegen. En dat hoef ik niet als ik daar half dan ben. Dus ik ga even, ik ga wel trainen, ik heb mijn trainingsontbijtje heb ik wel. Het is hetzelfde weer, yoghurt met eieren. En tante Pollo op is weer vol in trance, want als ik een ei aanraak, dan ziet het. Ja, gisteren was ik mijn bril kwijt. Wie zat erop? Tante Pollo op. Ja, dan kan je hulp zoeken. Hè? Dus, nou, ik ga even eten en ik ga telefoontjes leggen. Ik zie u later. En goedemiddag. We zijn bij de lunch aangekomen. En, nou. Mijn telefoon is er, dus ik ga zo meteen trainen. Dus ik heb wel eventjes getraind op mijn home trainer. En ik heb eerst lunch en salade. Dus. Nou, zoals ik vanmorgen al zei, ik, tot het nieuwe jaar maak ik filmpjes. En dan is het over. Ik heb er geen zin in. Het kost me tijd, het kost me dingen. Ik heb gewoon, tijd is voor mij al belangrijk. En ik wil andere dingen. Nou, ik zie u. Goedenavond, we zijn weer aangekomen bij. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond noedelsoep. Japanse noedelsoep. Ik heb gisteren dat ding. Was zo lekker. Ik heb hem toch maar het grote stuk in tweeën opgegeten. Maar ik ben weer hard aan het trainen. En ik wil ook weer namelijk naar de 100 kilo. Dus het wordt even een tijdje heel minimaal eten. Dus wat hebben we nodig voor de noedelsoep? Nou, we hebben Japanse wokgroenten hebben we nodig. 1 centimeter. Gember, noedels, je kan eiermeel gebruiken, maar ik gebruik de noedels van de Action. Die zijn wat dinges. En 5 grote garnalen. Ja, als je met ze, dit is een gerecht en zoals het ook op de site staat, het is een gerecht voor 2 personen. Dus je kan ook roze garnalen nemen, Hollandse garnalen, maar dan betaal je de volle prijs. Dus, nou, ik ga even koken en ik zie jullie later. Helaas is het filmpje van het eten mislukt. Dus, ik heb noedelsoep gegeten met garnalen. Het recept staat op... robertswereld.nl/wordpress2. Ja, en dat was het. Ik maak ze tot oud en nieuw. En dan is het over.
Dus ik wens u een hele prettige avond vanavond. Doei.